In het verleden heeft men een dam gebouwd in Lokeren, waardoor de Durme en de Moervaart van elkaar zijn gescheiden. Door die dam zijn er een aantal problemen ontstaan. De Durme die heeft te kampen met aanzanding, omdat ze van haar bovendebiet is afgesneden. Terwijl er op de Moervaart vaak problemen met wateroverlast optreden wanneer er veel regen valt. Deze pomp staat eigenlijk op een strategische plaats tussen de Moervaart en de Durme. Het werkt automatisch, dus bij hoge waterstanden op de Moervaart zal het zich inschakelen en water overpompen. Samen een capaciteit van 7500 liter per seconde. Dat is uiteraard een gigantische hoeveelheid die op een korte tijdspanne kan worden overgepompt van de Moervaart richting de Durme. Deze investering die we gedaan hebben is te belopen van 2,5 miljoen euro. Nu het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken op de Durme kost ook heel veel geld. En door het bouwen van het pompstation zullen in de toekomst minder frequent onderhoudsbaggerwerken noodzakelijk zijn. Het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken is zeer kostelijk en ook belastend voor de omgeving. En dus hoe minder, hoe beter het is. Naast het pompgemaal is een vishevel gebouwd. Die vishevel stelt de vissen in staat om in beide richtingen te migreren vanaf nu. Dus vissen kunnen zowel vanuit de Moervaart naar de Durme als andersom migreren doorheen de vishevel. Het Waasland kan dankzij deze pomp op beide oren slapen. Zij zal een belangrijke bijdrage leveren tot het beveiligen van het Waasland tegen overstromingen.